Als je de Zuiderbegraafplaats in de stad Groningen opkomt, dan wordt je oog onmiddellijk getrokken door een enorm familiegraf dat midden op het kerkhof staat. Het is van de familie Scholte, de vermaarde Groninger industriële familie die fortuin maakte in de aardappelmeel en andere landbouwproducten. Ver voor zijn dood kocht Willem Albert Scholte 27 grafplaatsen voor dit familiegraf. Eigenlijk wilde hij er 45, met een nog groter monument. Maar dat vonden de Groningers te gek, zelfs voor Scholte. Goedenavond en welkom bij de 6e aflevering van Het Verleden van Groningen. Scholten en zijn nazaten zijn het boegbeeld van de opkomende industrie in Groningen in de 19e eeuw. Maar zij zijn zeker niet de enige belangrijke ondernemers geweest. Ik kan het je niet meer voorstellen, maar er was een tijd dat er geen fabrieken bestonden en alles met de hand werd gemaakt. Tegenwoordig wordt vrijwel alles door of met machines gefabriceerd. Die overgang van handwerk naar machines noemen we de industriële revolutie. En aan de basis van die revolutie staan een aantal uitvindingen. De belangrijkste daarvan is de stoommachine. De industriële revolutie begint aan het eind van de 18e eeuw in Engeland en omvat, behalve de uitvinding van de stoommachine, ook de aanleg van spoorlijnen en de ontwikkeling van fabrieken. In Nederland, en dus ook in Groningen, kwam die industrialisatie later op gang. Groningen is aantrekkelijk voor industrieën die hun grondstoffen halen uit de landbouw. In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelt zich hier een bloeiende agrarische industrie. Suikerbieten worden gebruikt om suiker en stroop van te maken, aardappels om aardappelmeel te produceren en het stro van graan blijkt geschikt voor het maken van karton dat in de opkomende industrie als verpakkingsmateriaal gretig aftrek vindt. Ook de kaas- en boterfabricatie verplaatst zich van de boerderijen naar de zuivelfabrieken waar het sneller, efficiënter en goedkoper plaats kan vinden. Hier in Foxhole opent in 1842 een aardappelzetmeelfabriekje zijn deuren. De stichter is een man wiens naam onlosmakelijk met de industrialisatie van Groningen verbonden zal zijn. Willem Albert Scholten. W.A. Scholten komt uit het Gelderse Loenen en hij bouwt zijn fabriek in Foxhole omdat hier voldoende aardappelen, turf voor de machines en schoon water voor het productieproces aanwezig zijn. Het geproduceerde aardappelzetmeel verkoopt Scholten in heel Nederland en voor talloze toepassingen. Als stijfsel, als lijm en in levensmiddelen in talloze producten zit aardappelzetmeel. Maar het meeste aardappelzetmeel gaat naar Groot-Brittannië, waar het gebruikt wordt in de textielindustrie. Aanvankelijk werkt Scholten nog met paard en rosmolen, maar zijn vooruitstrevendheid blijkt in 1850 als hij zijn eerste stoommachine plaatst. Het is het begin van een imperium van tientallen aardappelmeel, strokarton en suikerfabrieken niet alleen in Groningen, maar ook in Pruisen, het huidige Polen en de Oekraïne. Scholten is wellicht de succesvolste, maar zeker niet de enige aardappelmeelfabrikant. En voor de boeren in de veekoloniën zijn dit soort fabrieken een zegen en een vloek. Een zegen omdat ze een gegarandeerde afzetmarkt krijgen voor hun aardappelen. En een vloek omdat ze steeds afhankelijker worden van de fabrikanten. Fabrikanten die bovendien het overgrote deel van de winst opstrijken. Daarom besluit een aantal boeren in 1898 hun handen ineen te slaan en zelf een fabriek op te richten. De Eersteling in Borgen Compagnie. Het aantal boerenfabrieken groeit snel. Al in 1911 verwerken de coöperatieve fabrieken al ruim anderhalf keer zoveel aardappelen als de gezamenlijke particuliere fabrieken. En in 1919 verenigen de meeste coöperatieve fabrieken zich in het aardappelmeelverkoopbureau, kortweg AVB. Daardoor wordt het overgrote deel van het aardappelmeel
via één kantoor verkocht. Uiteindelijk verliezen de particuliere fabrieken de concurrentiestrijd. Sinds het faillissement van het Scholten Honigconcern in 1978 is AVB de enige aardappelmeelproducent in Groningen. Landbouw en industrie gaan hand in hand in Groningen. Maar het is een misvatting te denken dat de agro-industrie de enige is die tot ontwikkeling komt. Vooral in de stad Groningen ontwikkelt zich vanaf eind 19e eeuw een gevarieerde industrie. Vongers rijwielenfabriek, de Ranja-fabriek van Polak, en de tabakfabriek van Niemeyer, om er maar eens een paar te noemen. En opvallend snel groeit de confectie-industrie in Groningen. Hier aan het A-Kerkhof in Groningen werkt meneer Gombert. Hij is de laatste kleermaker van de stad. Goed, dan mag ik even kijken. Hè? Dan gaat hij weer iets korter. Kijk eens mooi, komt hij daar naar daar. Nu is dat een luxe. Maar vroeger, en ik spreek dan over de tijd van voor 1900, werd alle kleding naar maat gemaakt. Goed zo? Ja, dat is. Handwerk was wel goedkoper toen, maar een mooi pak laten maken kostte toen ook al een aardig bedrag. En een groot gedeelte van de bevolking droeg in feite versleten maatkleding van de mensen die zich wel een kleermaker konden permitteren. Ik moet deze afstand van de knopen nemen, precies in verhouding tot de lengte van uw jas. Prachtig. Na 1900 komt daar een verandering in. Er komen machines waarmee je goedkoper kleding kunt maken, zoals bijvoorbeeld de elektrische naaimachines. Maar dat kan alleen uit als je grote series van een bepaalde standaardmaat maakt. Confectiekleding noemt men dat. En in de stad Groningen ontstaat een grote confectieindustrie die op haar hoogtepunt in de jaren tussen 1945 en 1965 werk verschaft aan duizenden mensen. Veel van die confectiebedrijven beginnen hier in de Peper- en Poederstraat. Op de zolders van panden waar nu cafés in zitten ontstaan kleine kleermakersateliers. Het zijn vooral Joodse ondernemers als Levi, Muller en Van Dam die daar brood in zien. Na 1900 schakelen zij meer en meer over naar een mechanische, fabrieksmatige productie. De confectiekleding is vooral bedoeld voor de inkomensgroepen voor wie een echt maatpak te duur is. De allerarmsten uit de samenleving blijven overigens nog lang versleten tweedehands kleding dragen. De Groninger confectieindustrie groeit en bloeit ook tijdens de crisis in de jaren 30 van de 20e eeuw. In die jaren kunnen namelijk steeds minder mensen de dure kleding van de kleermaker betalen en zij stappen daarom over naar confectiekleding. De ateliers in en rond de Poelenstraat worden te klein en de ondernemers bouwen nieuwe fabrieken, zoals deze van Levi aan de W.A. Scholtenstraat. En die van Grol aan het Eemskanaal. De transportsector maakt een enorme groei door. Overal in het land worden spoorlijnen aangelegd.
In 1866 krijgt de stad de eerste verbinding met Leeuwarden. En in 1870 komt de spoorverbinding met Zwolle tot stand, waardoor de verbinding met de Randstad, het economisch hart van ons land, steeds beter wordt. En niet alleen komen er steeds meer spoorlijnen, er komen ook steeds grotere stations. Dit is al in een aantal jaren het derde station. Alleen in Groningen heet dat geen centraal station, maar hoofdstation. Het economisch hart van Nederland, de Randstad, komt eind 19e eeuw op maar een paar uur reizen van Groningen te liggen. En daardoor kunnen Groningen producten sneller en goedkoper naar hun afzetmarkt. Maar omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Waarom nog een fabriek in Groningen vestigen als je de producten zo makkelijk er naartoe kunt brengen? Zoals bijvoorbeeld Veendam en Winschoten. Die veranderingen veroorzaakten spanningen en sociale onrust. Hier ligt Elcho Siemens begraven. Hij werd in 1929 doodgeschoten tijdens de grootste Nederlandse landarbeiderstaking ooit. Maar Siemens was helemaal geen landarbeider. Hij was een groenteventer die niets met de staking te maken had. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij stond nieuwsgierig in de deur van een tabakswinkel te kijken hoe de marechaussee de stakers uiteendreef en werd geraakt door een verdwaalde kogel. Maar Siemens werd op die manier wel de martelaar van de verbitterde stakers. De arbeiders staken in 1929 om een loonsverhoging, maar ze vinden onverzettelijke boeren op hun weg. Wie wil een boos blieben? Zo is hun houding later getypeerd. Na 5 maanden geven de stakers op. Ze hebben de strijd verloren. De verbittering daarover is zelfs decennia later nog groot en heeft lange tijd de sociale en politieke verhoudingen in Oost-Groningen beïnvloed. Hoe zijn boeren en landarbeiders zo onverzoenlijk tegenover elkaar komen te staan? Om dat te begrijpen moeten we terugkeren naar het begin van de 19e eeuw, toen menig knecht nog gewoon bij de boer aan tafel zat te eten. De Groninger kleigebieden langs de kust en in het Oldambt zijn van oudsher erg vruchtbaar. Veel vruchtbaarder dan de zand- en veengebieden elders in onze provincie. Maar de vruchtbaarheid van deze gebieden wordt lange tijd niet optimaal gebruikt, omdat de meeste boeren maar weinig graan verbouwen en hun grond vooral gebruiken als graasland voor de koeien. Na de veepest, die tussen 1766 en 1773 huishoudt op het platteland, kiezen veel boeren voor de graanteelt. Het luidt een zeer welvarende periode voor de Groninger landbouwers in. Groningen zal de graanschuur van Nederland worden. De verlichte Groninger boeren waren ook geïnteresseerd in technische innovaties. Door de introductie van nieuwe gereedschappen zoals deze ijzeren Amerikaanse arendploeg en betere teeltmethoden zoals het veredelen van zaden en betere bemesting neemt ook de opbrengst steeds verder toe. Vooral in de jaren tussen 1850 en 1880 wordt er goudgeld verdiend. Die tijd is de geschiedenis ingegaan als de champagnejaren van de Groninger graanboeren. Heren of burgerboeren noemen ze, omdat hun levensstijl sterk op die van de gegoede burgerij lijkt. Met schuren als kathedralen, woonhuizen als paleizen en in Engelse landschapsstijl aangelegde tuinen leven sommige Groninger boeren als koning op hun land. Het lijkt alsof alles goud is wat er blinkt, er alleen maar champagne uit de glazen vloeit en er geen eind aan de rijkdom kan komen. Ongetwijfeld profiteren ook de landarbeiders van de gestegen welvaart, maar de sociale omstandigheden veranderen voor hen. In de 18e eeuw leefden de meeste landarbeiders op het erf van de boer waar ze werkten. Vaak woonden ze op de boerderij en aten ze mee met de boer aan tafel. Maar al aan het eind van die eeuw trad daarin een kentering op.
De arbeiders pasten niet meer in het nieuwe burgerlijke leven van de Groninger herenboeren. Steeds meer kwamen zij in de dorpen of in kleine boeren-arbeidershuizen bij de boerderijen te wonen. De sociale tegenstelling tussen boer en arbeider groeit. Steeds vaker ziet hij ook dat machines zijn werk overnemen. Land om zelf te boeren heeft hij nauwelijks. In zijn bestaan is hij volledig afhankelijk geworden van de boer. En als de economie slecht draait, merkt hij dat als eerste. Zoals in 1879. In dat jaar neemt de invoer van goedkoop graan uit Amerika plotseling snel toe. In de Verenigde Staten kunnen vrij makkelijk grote oppervlakte land worden ingezaaid. En de grond is al goedkoop. De aanleg van spoorwegen maakt het bovendien makkelijk om het graan te vervoeren naar de zeehavens en vandaar naar Europa. Europa wordt overspoeld door het Amerikaanse graan. De Groninger boeren eisen van de overheid dat ze het Amerikaanse graan belasten met een importheffing, maar dat gebeurt niet. De overheid heeft liever dat de arbeiders goedkoop brood hebben en voelt er niets voor de positie van de kleine groep boeren te beschermen. De meest vooruitstrevende boeren beginnen hun productie verder te mechaniseren, waardoor veel landarbeiders hun bestaansgrond verliezen. Velen trekken weg naar Amsterdam en andere steden in het westen van het land, of naar het Duitse Ruhrgebied, of naar Amerika, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. De tegenstelling tussen de achterblijvers en de boeren groeit verder. Vooral in Oost-Groningen radicaliseren de arbeiders. De veranderingen in de landbouw en het uitbreken van de landbouwcrisis van 1879 hebben ook grote sociale gevolgen die goed merkbaar zijn op het platteland. In 1900 fotografeerde huisarts Pieter Middendorp samen met de fotograaf Tonnes Post de soms erbarmelijke woonomstandigheden in Westerwolde. Maar ook in de stad verslechteren de omstandigheden aan het eind van de 19e eeuw. Landarbeiders proberen aan de slag te komen in de fabrieken en plaatsen als Veendam en Hoge Zand groeien snel. In de stad Groningen zijn de leefomstandigheden in buurtjes als Oudenbosch, vlakbij het Zuiderdiep, erbarmelijk. Een deel van de arbeiders verzet zich tegen deze omstandigheden. Aanvankelijk vooral door stakingen en demonstraties. In 1888 bijvoorbeeld vinden er grote stakingen in de Drents-Groningse veengebieden plaats. De marechaussee moet er aan te pas komen om de stakers uit elkaar te jagen. Maar de arbeiders zijn verdeeld. De ene groep wil via stakingen en acties tot zijn doel komen. De andere wil via de politiek zijn doel bereiken. Ook op een andere wijze zijn de arbeiders verdeeld. In Oost-Groningen sluiten de meesten zich aan bij de socialistische organisaties. Op het Hoge Land, waar boeren en arbeiders naar dezelfde kerk gaan, speelt de geloofsovertuiging een belangrijke rol in de politieke organisatie. Hier hebben de christelijk-protestantse organisaties de meeste invloeden op de arbeiders. De verschillende bevolkingsgroepen richten elk hun eigen organisaties op. Katholieken is het zelfs verboden om lid te worden van niet-katholieke organisaties. De verschillende bevolkingsgroepen leven weliswaar in hetzelfde land, maar vaak volstrekt langs elkaar heen. In 1919 wordt het algemeen kiesrecht ingevoerd, waardoor ook vrouwen en arbeiders mogen stemmen. De arbeidersbeweging had altijd gedacht dat wanneer iedereen zou mogen stemmen, er logischerwijs een meerderheid voor de socialisten zou ontstaan. Immers, het overgrote deel van de Nederlandse bevolking bestond toen uit arbeiders en andere mensen met een laag inkomen. Maar tot ieders verbazing bleef die overwinning uit. Veel arbeiders stemden op de christelijke en katholieke partijen. De idealen van de arbeidersbeweging werden daarom niet in één keer, maar geleidelijk ingevoerd. In 1919 krijgt de stad Groningen zijn eerste rode wethouder, Nathan de Vries. Hij krijgt volkshuisvesting in zijn portefeuille, een dienst die daarna het bolwerk zal worden van de sociaaldemocraten in het stedelijk bestuur. In het provinciaal bestuur verliezen de liberalen aan invloed ten koste van de socialistische en protestant-christelijke partijen.
In november 1918, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, riep de socialist Pieter Jelle Stroelstra in de Tweede Kamer de revolutie uit. In de stad Groningen-wethouder Eltjo Rugge vond hij een aanhanger. Rugge organiseert in de Harmonie in een overvolle zaal een bijeenkomst om Stroelstra te steunen en zegt in niet mis te verstaande taal: ik rui op eventueel tot verzet tegen de leidende machten. Ik rui op den dienst op te zeggen en zich te stellen in dienst van het opkomende nieuwe regime. Maar deze revolutie zal de geschiedenis ingaan als de vergissing van Stroelstra. De christelijke en liberale partijen rechten hun rug en organiseren tegendemonstraties, ook in stad en ommelanden, en gaan achter het koningshuis staan. Stroelstra heeft zich verkeken op de revolutionaire gezindheid van het Nederlandse volk. Wat hij wel aanvoelt, is dat vooral jongeren na de gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog verlangen naar een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd zien we om ons heen in de snelle modernisering van het dagelijkse leven. Over die modernisering gaat de volgende aflevering van Het Verleden van Groningen. Graag tot de volgende keer. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Stichting JB Scholtenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en Stichting Erven de Jager.